Zo, ik heb even wat plantjes van thuis meegenomen. Een beetje kan zien. De rozemarijn, de tijm, de salie, de bramen en de rode besjes. Dus als ik nog even tijd heb vandaag, dan ga ik ze in de grond zetten. Het is prachtig weer vandaag. Ik heb hier de mandjes voor de aardbeien. Ik kom zo meteen te hangen daar. De aardbeien zijn nog thuis bij mij. Dat zijn het van die mandjes, van die rieten mandjes en er zit zo'n plastic zakje in. Maar ja, als je de aardbeien in doet en het regent, dan blijft altijd regenwater hierin zitten en dan gaan de wortels rotten. Dus wat ik ga doen is, maak er een paar gaatjes in. Dat hoeft niet heel netjes. Nou, maar hopen op niet een hele harde windvlaag, want dan zijn de aardbeien daar. Mijn drumstel. Nu, zometeen als de aardbeienplant is, zit het dan niet meer. Ik kreeg trouwens nog advies, of een tip eigenlijk, om hier voor de stevigheid nog een wilgeteen neer te zetten, die dan zo hier aan vast te maken, zodat die ook hier verankerd is en dan niet meer zo heen en weer wiebelt. En dat is dan aan deze kant en aan deze kant. Ze moeten nog heel even aan de slag weer. Zo, nu nog in het midden vastzetten. Normaal gesproken zou je een jaar wachten voordat je de wilgetenen de grond in stopt, want ze kunnen nog wortelen. Maar ja, ik heb ze nu nodig en ze zijn nog niet dood. Dus misschien aan het eind van het jaar heb ik wel een heel wilgenbos hier zo staan. Trouwens, op de website van Alles Wat Bloeit staat nog een heel interessant artikel over de wilg door Marie. En zij weet alles van kruiden en de medicinale werking van de wilg. Ik heb nog een leuke thermometer. Het is altijd handig om te weten hoe warm het is. Even kijken waar ik die op kan hangen. Hier denk ik. Beetje in de schaduw. Ja. Zo. In dit vak komen de fruitboompjes. Dit is de rooibes en die wordt 1,50 tot 2 meter. Daar heb ik er twee van. Ja. Ze kunnen leuk naast elkaar. Kruisbes. Die doe ik hier. De braam. Misschien even hier. De zwarte bes. Misschien hier. En de rode kruisbes. Hier. Ik heb een bakje mee met gedroogde koemestkorrels. De reden waarom ik gedroogde koemest gebruik voor de planten is omdat A, ik heb geen verse stalmest, want ik ken geen boer of een manege. En B, als je verse stalmest hier opdoet, dan kunnen de wortels verbranden, want het is gewoon te veel voeding in één keer. Het is net zoals je een baby een biefstuk of een carbonade gaat geven. Dat werkt ook niet. Water erop. Even erin. Nou,
Dit zijn de eerste planten van de moestuin die in de grond zitten. Een heugdelijk moment. Hey. Op naar de, wat zijn het? Ik denk wel 400 nog meer. Hier heb ik twee rode bessen. En de zon die komt van die kant en die gaat de hele dag door en die gaat daaronder. Dus ze hebben heel veel zon, maar daar kunnen ze goed tegen. Ze staan liever te droog dan te nat. En ik heb er twee naast elkaar. Normaal gesproken zou je ze iets verder uit elkaar zetten. Maar ik laat deze twee hier langs leiden. Wist je trouwens dat men vroeger van de rode bes wijn maakte? Nu niet meer, nu eten we ze gewoon met suiker. Hier heb ik een kruisbes en hier heb ik een kruisbes. En die houden net zoals de rode besjes van zon. Ze houden ook van droge, doorlatende grond. Nu heb ik ze een beetje water gegeven omdat de wortels nog jong zijn en niet zelf op zoek kunnen naar het grondwater. Dus als je ze nu een beetje water geeft, dan gaan ze groeien. En dan kunnen ze de zomer zelf water vinden. Dus dan hoef je daarna niet meer zoveel water te geven. Ik heb toch nog even een plek gevonden voor de rozemarijn. Precies hier in de hoek. Lekker in het zonnetje. Volle zon, volle bak zon hier. Beetje losmaken. De rozemarijn, deze, kan wel een meter hoog worden, ik denk zoiets. Alleen in de winter kan hij niet zo goed tegen vorst. Dus dek hem een beetje af met een laagje stro. Dan blijft hij lekker warm. In de zomer kun je een takje eraf knippen. En die kun je in je kledingkast leggen. En dan ruikt al je wasgoed heerlijk. De knoflook komt hier, in dit bed. Drie flinke bollen. En nou is het de bedoeling om al die teentjes apart de grond in te doen. Knoflook kan nu nog de grond in het voorjaar. Dit is een langzame groeier. Dus dan heb ik tenminste nog een beetje het hele jaar knoflook. Nu kun je ook knoflook uit de supermarkt halen en in de grond stoppen. Teentje voor teentje. Maar ja, dan weet je niet welk merk het is, welk ras. Hoe het bespoten is, of de pesticiden zijn gebruikt. Het is toch beter om het bij een echte specialist, een echte zaadspecialist te halen. 14 teentjes. Je hebt een grote vak nodig. Zelf vind ik knoflook heerlijk. Ik heb niet zoveel last van slechte adem met knoflook. Het is ook goed voor je. Ik geef het af en toe ook aan de hond. Goed water geven hier. Ik had niet echt een plek in gedachten voor de tijm in de moestuin. Hier lijkt het op mij ook wel een goede plek, net buiten de moestuin. Beetje veel. Waarom zet ik die tijm nou hier neer, net buiten de moestuin? Tijm komt uit Zuid-Europa en kan prima tegen zanderige grond en veel zon. Nou ja, ik heb hier genoeg zon hier zo. En ze hebben niet zoveel water nodig. Een beetje regenwater is voldoende. Misschien als het heel droog is in de zomer, een klein beetje extra water geven. En ze worden ongeveer zo hoog. En natuurlijk elke keer als ik langs de moestuin kom, tenminste langs het hoofdpad, ga ik even met mijn hand door de tuin. Ruikt heerlijk. En het is ook goed tegen hoest. Volgens mij moet je er eerst thee van maken of siroop. De salie ga ik planten tussen, in dit bedje, tussen de rucola en de haricots verts. Precies in het midden. Een gat graven. Oeh, warm. Stoppen we zometeen wel weer terug erin. Anders is het een beetje zielig. Hallo. Hallo mensen in Sydney. Wist je dat trouwens vroeger salie heel veel gebruikt werd in de medicinale wereld? Onder andere voor je maag- en darmklachten en tegen depressies. En om zwanger van te raken. Nou ja, dat heb ik niet nodig.
Even kijken, waar was je worm? Oh, hier. Hup. Worm er weer in. Niet over de plantjes. En nu groeien. Zo, dat was het weer voor deze week. Ik ga weer op naar huis. Jullie nog veel plezier in jullie eigen tuin of moestuin. En tot volgende week. Doei.